Goedemorgen allemaal en welkom bij een gloednieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik begin vandaag deze week de weekvlog op dinsdag, omdat ik gisteren moest werken. En nadien een hele wandeling heb ik dan met mijn mama, met mijn tante en met de hond. Ik vond het echt super leuk, maar mijn camera was thuis, dus ik kon ook niet filmen. En ik had ook niet zoveel zin om te filmen. Dus ik begin vandaag de weekvlog, maar dat wordt niet minder leuk. Ik heb nu terug de vroeg, het is vanmiddag een beetje vezel. Nog terug binnen 10 minuten. En dan om 1 uur heb ik gedaan. Dus dat is wel leuk, want Vincent werkt thuis. We kunnen dus samen lunchen. En verder ga ik paparazzenwerk doen. Nog wat telefoontjes doen in de namiddag. En verder zien jullie het wel. Dus blijf zeker kijken. Vergeet alvast dat duimpje niet omhoog te doen. Te abonneren. En met de volgende op Instagram. Karel.Line. Ik zal hier mijn Instagram zetten. En blijf zeker verder kijken. Een lekkere pizza eten. Ik heb pizza Hawaii. En Vincent heeft pizza speciaal. Dat is mijn... Wat is dat allemaal? Champignon, salami, ham. Dat is het enige, hè? Ja. En ik heb dan gewoon Hawaii. Dat is gewoon ananas, tomatensaus en ham. That's it. Bon appétit. Ja, en kaas, maar... That's it. Bon appétit, monsieur. Het is ondertussen al woensdag en het is bijna middag. Ik heb heel de vanmiddag uitgeslapen en een beetje op mijn gemakje op YouTube van alles gedaan. Ik heb ook nog een mailtje gehad van YouTube en daar ga ik straks beter meer over vertellen. Maar ik ga nu eventjes naar mij thuis. Ik heb mijn outfit of the day. Ik zal het eventjes zeggen. JBC. Het is t-shirt, weet ik niet, want het is een t-shirt met korte mouwen. Tommy Hilfiger, riem, Hollister, broek en botjes weet ik eigenlijk niet exact van welk merk het eigenlijk is. Die handtas die daar staat, doe ik ook aan. En verder mijn juwelen weet ik eigenlijk niet. Ik denk gewoon van de juwelier. Ah nee, wacht, deze. Deze is van de Primark. Deze kleintje, ik weet niet of jullie het zien, mijn camera zit ervoor. Deze kleintje is van de juwelier, want dat is mijn oorbeltje met het schieten. Deze is ook van de Primark. Deze ring is van de Six. Die heb ik ooit van Vincent gekregen. Dat aromatje is ook van de bol.com. Die heb ik ook gekregen van Vincent. Dan de andere kant van juweel. Deze ring is ook van een juwelier. En die andere ook. Deze is van mijn Moeke. Die heb ik gekregen van mijn communie. En de andere is van Moeke en Mama. Dus die is ook echt van juwelier. En deze horloges van Ozel. Die heb ik ooit ook gekregen van Vincent. Ik heb best wel wat juwelen al gekregen van Vincent. Maar ik vind dat wel nice. Ik vind dat uw lookje... Ah ja, en deze ketting is ook van de Six. Die heb ik ook gehad van Vincent. Echt super lief. Ik hou echt van juwelen. Want ik heb eigenlijk op zich een redelijk basic look aan. En toch, met al die juwelen vind ik dat een extra touch. Ik wou eigenlijk eerst mijn mooie ringen aantrekken. Mijn gouden ringen. Maar ik dacht, ja, laat ik het gewoon maar even basic houden. Gewoon een makkelijk stekertje. Dat is nog altijd het makkelijkste. Dus dat is dat. Ik heb mijn wenkjes een beetje gedaan. Ik hoop dat jullie het een beetje zien. En een beetje lippenbalsempje op. En that's it. Dat is de look of today. Ik ga weg naar mijn ouders. En ik weet niet wanneer ik terugkom. Maar dat zullen jullie wel zien. Dus let's go. Ik ben terug van de winkel. En van mama en papa. Ik heb daar gewoon broodtram gegeten. Dus niet echt interessant. En ik kom van de Lidl terug. En wat heb ik dan gekocht? Ik heb namelijk, zonder de promotie, die strawberry appel met dingen. Met, oh, ik kan er niet op komen, ik ben te moe. Aardbei, amai, mooi, dat staat diep. Ik ga de camera even in de keuken zetten en laten zien wat ik allemaal heb aangekocht. Ah ja, ik heb ook trouwens nog dat voorbeeldpak aardappelen gekocht. Dat is echt veel. Ik weet niet hoeveel kilo dat is. Maar dat is echt huge veel. 10 kilo. 10 kilo. Dan kom ik even dat wel een tijdje mee toe. Dat is nice. Heel eerlijk, ik hoor dat jullie mij zien. Maar
ik vind altijd wel dat je zoveel tijd insteekt in gewoon boodschappen doen. Echt niet normaal. En dan heb ik het nog gecombineerd eigenlijk. Ik heb een portie macaroni trouwens gekregen, omdat ik morgen de laten heb van mijn ouders. Dan heb ik ook nog twee items gekocht die niks met eten of voeding te maken hebben. Namelijk twee panties. Best Form Support Tights. In een medium. Smalle waren op. Maar wel in het zwart. En twee was voor 5 euro. Dus ik dacht, weet je wat. Ik neem die gewoon mee tijdelijk. Want ik wil er heel graag van Wolford kopen. Die zijn echt de best of the best van Wolford. Maar die zijn gewoon echt ook wel prijzig. Dus 25, 30 euro. Zo. Ik hoop dat ze goed is. Maar ze zien eruit redelijk. Ze zien eruit redelijk nice uit. Ja, echt goed. Oké. Okay. Dat dan. Daar ben ik dan weer blij mee. Dus kan ik even voort. En zijn die kapot, dan maak je er ook niet zo heel veel zon van. Want tegen die van Wolford, dan ween je echt in je hart. Omdat dat echt wel duur is. Maar die zijn ook wel echt goed. Oké, okay, nu qua voeding. Ik heb druk boter sandwiches mee. Omdat Vincent die super lekker vindt van de vrouw. Ik heb ajuinen mee. Ik heb een klein pakje, want ik wil ook gezonder leven terug. Allee, gezonder. Gewoon gezondere voeding meer. Dus ik ga niet te veel chips meer kopen, maar ik heb wel deze chips. Dat is paprika, voor moest je wel geïnteresseerd zijn. Voor de rest hebben we niet zo heel veel chips of zo, maar dat moet ook niet. En een pak eitjes. Maar we gaan nog wel wat... En die opvies, dan moet je zelf. Oké, dan een pak eitjes. Dan gerookte schouderham. Die vies zijn wel eens lekker. Ontbijtspek voor zaterdag of zondag vind ik wel eens lekker. Een eitje met ontbijtspek. Dan filet dan vers. Dat is ook lekker en gezond. Dan heb ik ook nog voor een boterham brie. Die vind ik ook echt op en top. Dan heb ik van die drie... Dingetjes gekregen, dan moet ik alles open doen. Qua vlees heb ik bruschettas. Voor de barbecue normaal, maar ik vond ze er gewoon zo goed uitzien. In een airfryer is dat ook op. Dan worstjes. Dat is. Dan heb ik nog van vlees filet kotelet. Een koteletje. Voor met de frietjes vind ik dat wel lekker. Om eens iets feestelijker vlees te eten. Dan als zoetigheid toch nog Berlijnse bollen. Ze waren in promotie. Dus ik heb er 4. Een pak van 4. Dan heb ik nog danetjes, of course. Dan gewoon de dessertjes. Dan ook nog bananen. Ik heb er maar 3, want eigenlijk mag ik niet zoveel bananen eten. Is uit mijn multiscan uitgevonden of... eruit gekomen, dus daarmee dat ik ook wel op als ik niet te veel bananen, maar ik vind dat wel eens makkelijk als ik mij wat slapper voel of een makkelijk een bijt, dan pak ik dat. Dan chocoladekoeken. Dat is onze wekelijkse date. Dan wortels. Ik wist niet dat ik ze nog genoeg had of hoe van, maar nu denk ik mij dat ik nog wel wortels heb, maar maakt niet uit. Mag ik wel wortels soep van de week. En dan nog 6. Ah, hier staat iets nice op. Het is de nieuwe oogst, fris zoet. En ik eet altijd dat ik moet gaan werken met de vroeger. Met 10 uurtjes is altijd een appel en eventueel een koek. Ook nog of een yoghurtje. Ik heb vandaag ook een yoghurtje erbij. Maar dat maakt niet uit. Ik ga even zien wat deze inhoudt. Oh my god, dat meende niet. Een knikker. Met een manneke nog. Zo zullen er misschien nog verschillende hebben. Deze met een komkommer. Ja, gooi ik gewoon de zaalbak in, denk ik. Ja, een aubergine. Goed. Ik weet niet. Fresh head. Niet spelen, kinderen onder de 3 jaar in slikgevaar, ja, of course. Ik weet niet meer wat je er helemaal staat. Ja.
Gooi ik in de ijskast. Oké, ik ga alles in de ding doen, in de ijskast en waar het allemaal moet. En dan ben ik aan het wachten op mijn hele Freshbox, want die komt vandaag ook aan. En ik heb een melding, dus dat ga ik even bekijken. Dus ja, let's go. De hele Freshbox is gearriveerd. Ik was echt net aan het inladen en alles. En hij belde al. Oké. Een mesje. En dan ga ik het openmaken. Mijn kamer moeten verplaatsen op het vuur zelfs. Zo, ik hoop dat jullie mij goed zien. Het menu van de week is, ik weet het eigenlijk wel, maar ik bevestig het eigenlijk en dan kijk ik er niet meer aan. Dus het is eigenlijk elke week nog wel een verrassing een beetje. Flamkes en buffel mozzarella en courgette. Helemaal nice. Die is ook vegan. Noedels met oosters gekruide kippendij. Ziet er ook mega lekker uit. Ook makkelijk precies. En dan Duitse biefstuk met gekarameliseerde witlof. Ik denk dat we deze vandaag gaan eten. Dus dat is dat. Hier. Bestel nu gratis je eerste box. Terug kortingscodes daarvoor en dan de recept voor volgende week. Maar die hebben we ook al aangeduid, dus daar moet ik niet meer naar kijken. Dus, ik ga eens zien dat alles erin zit. Dat is een beetje. Mayonaise zit zelf in zo'n potje. Hoe nice is dat? En patatjes. Dat vind ik wel nice. Patatjes zitten er ook al ineens bij. Oh, hier. Ik dacht al, wat is dit? Maar dat is mozzarella. En kijk. Dan deze. Er zit wel in. Heel vet. En het laatste. Ik heb dan noedels. Of mignon. Het is ook mignon. Maar ja, ze zijn meer mignon eigenlijk. En dan de kip. Zo, dus dat is dat. Ik kan dat allemaal weer deponeren op zijn plek. En dan ga ik ze beet op mijn gemakje denk ik de soep aanmaken. En dan zien we wel. Dus ja, dat gaan we nu doen. Okay, het is ondertussen al ineens een pakje later. Ik heb soep gekookt. Ik zal ze niet laten zien. Het is eigenlijk een mengeling van ja, dan prijscellers en zo. Ah ja, dat heb ik er zelfs niet in gedaan. Wortel, tomaat. Nee, worteltjes wel meer. Omdat dat die zo wat slap aan het waren. Dat die moet ik allemaal ineens gebruiken. En ik heb toch een nieuw pak bij. Dus wel wat worteltjes. Dan een halve tomaat dat nog op moest. Een halve paprika. Een gele paprika. En dat is het denk ik. En dan een keteltje. Groente en een keteltje kip. Dus ja, ik heb al geproefd en het is wel goed. Ik heb er net de witlof gekarameliseerd. Wow. en dan de patatjes heb ik ook al gekookt. Die zitten nu in de oven. Want ik heb een airfryer nodig voor de hamburgers. Ik vind dat makkelijker in een airfryer en hamburger dan er naar kijken en aangepakken. En ik dacht, weet je wat, dan steek ik de aardappeltjes wel eens in een oven zoals op het recept staat. Dus dat is dat. Ik heb ondertussen mijn chill bovenstukje al aan, omdat ik het echt koud had. Ik heb de chauffage aangestoken. Niet super warm, maar toch een verschil. Want volgens de thermostaat zou het 21 graden binnen geweest zijn. Geloof mij, dat is echt niet waar. Het is echt veel kouder. Dus dat is dat. Verder ben ik nu eventjes nog aan het wachten op Vincent. Ik denk dat hij binnen een kwartier, 20 minuten. Hoop ik, want ik heb er nog niet mee gebeld en zei ik ben nog zeker 40 minuten onderweg. Dus ik denk, ik hoop, tussen kwart na zes en half zeven dat hij er toch wel is.
Maar ja, als het veel is op de autostrade, want hij moest de autostrade naar op, dan kan het wel 6:45 worden. Maar dat zien we dan wel. De video van de kleerkast heb ik helemaal geëdit op mijn dagtijd. Want het is niet zo. Ik dacht dat ik veel meer beeldmateriaal had dan eigenlijk is. Ah, het is gelukt al. Nice. Dan kan ik die ook al plannen. Ik denk voor binnen aan twijfel donderdag of vrijdag. Ik weet niet wanneer dat jullie liefst extra video heb gehad. Ah ja. Ik kom ineens dat ik over video's praat. Ik heb er straks gezegd dat ik een mailtje had gekregen van YouTube. En daar zal ik zo even over uitweiden. Maar die kleerkastvideo dus. Ik weet niet als ik een extra video heb. Wanneer jullie die dus het liefst online hebben. Dus laat het zeker weten. Dus dat is dat. Ik zal ook een Instagram story maken. Dus dat is dat. Volg me zeker op Instagram. Karel.Lina. En verder heb ik niks mee te delen. Dus ik ga eventjes vertellen van het YouTube gebeuren. Ik kreeg gisteravond een mailtje in mijn mailbox dus. En daar staat in, het is niet echt super erg of ik heb geen strike of zo. Nee, ik ben gewoon braaf op YouTube. Ik heb nog niet fout gemaakt. Eén keer een copyright fout, dus ik ben daar echt mega veilig mee. En ik probeer echt... die copyright songs gewoon te downloaden en allee, ja, dat ik geen copyright heb en zo. Dus ik ben daar best wel dingen mee bezig. Bewust mee bezig. Maar ik kreeg eens een mailtje binnen. En dat gaat dus over mijn aantal abonnees. En over het JPP. YouTube partnergroep. Dat is eigenlijk een YouTube partnergroep dus. En die hebben mij een mailtje gestuurd. Omdat mijn kanaal niet meer voldoet. En dat komt omdat ik onder de 1000 abonnees heb. Ik zal het eventjes zeggen. Wat het allemaal moet zijn, want er staan allemaal linkjes bij en zo. Dus op dat zicht vind ik van YouTube wel best knap. Er zit ook een filmpje bij en zo. Maar je moet minimaal 1000 abonnees hebben. Je moet een gekoppeld ADS-Sense-account hebben. Je moet zoveel kijktijd hebben. Je woont in een land waar dat YouTube oké is, maar dat is niet oké in België. Dus dat is dat. En ik heb, zoals je weet, geen 1000 abonnees. Dus ik kan gewoon verder doen met YouTube, denk ik. Want dat staat ook niet in de mail dat mijn YouTube-kanaal wordt verwijderd. Dus, maar het gaat er gewoon over dat ik dat niet... geen inkomsten heb en dat ik niet aan die nieuwe voorwaarden heb. Maar ik wist al, ik heb sowieso geen inkomsten met YouTube en dat vind ik op zich ook niet zo heel erg. In het begin vond ik dat wel erg, want je ziet al die grote YouTubers en wat die allemaal kopen, nice. Maar zo snel heb je niet zo'n groot account. En ik zeg niet dat die niks hebben gedaan voor hun account groot te maken, want dat is niet waar. Die hebben er ook echt super hard voor geknoeid en voor geknoefd bedoel ik. En voor wat werkt en die zijn super groot en daar zijn die super trots op en daarmee dat die zo dingen doen. Maar ik vind het gewoon rot, omdat ik doe gewoon niet fout, denk ik dan. Ik steek er heel veel tijd in. Jullie zien dat echt niet, maar ik steek er super veel tijd in en ik groei voor geen millimeter. Het laatste half jaar heb ik wel van 120 naar 150 gegaan. Dus ik heb wel 30, 36 ongeveer abonnees bijgekregen op een half jaar tijd. Maar dat is echt niet wat ik wil. Ik wil echt groeien tot... Ik moet ook geen miljoen abonnees hebben. Hè. Dat wil ik ook niet. Maar ik wil gewoon heel graag een klein 1000, 2000... 10.000, zoiets max vind ik
nog oké en leuk. En dan kan ik er nog als hobby bij doen en als extra inkomsten inderdaad een beetje. Maar vooral omdat je het graag doet en dat het wordt geapprecieerd. En nu heb ik echt het gevoel dat het niet echt wordt geapprecieerd, want ik groei niet. Ik weet gewoon niet wat ik fout doe. En dat vind ik wel echt heel rot. Ik heb aan mijn vriend ook gezegd van wanneer ik begon te werken van oké, ik heb een datum. En als tegen die datum niet naar mijn wensen is, dan stop ik gewoon met weekvloggen en dan zie ik wel wat ik doe met mijn YouTube-kanaal. Die datum ga ik nog niet tegen jullie zeggen op het moment, omdat die nog niet is bereikt, want anders zouden jullie mijn weekvlog niet willen zien. Nee. Ik blijf gewoon nog weekvloggen, absoluut. Maar dat is dat. Ik ben gewoon echt om te rotten een beetje. Omdat YouTube dan ook zo'n mail stuurt van ja, je voldoet niet aan die abonnees, je voldoet niet aan dit, aan dat. En dat is even zo van ja, ik weet het allemaal wel. En ik doe er echt onwijs veel voor. Echt waar, op Instagram even goed. Ik probeer echt te zien van wat ik online zet en hoe ik het online zet. En welke... Alles er rond gewoon in de social media. Ik heb ook gewoon... Nee, ik weet niet hoe dat ik moet zeggen. Ik in mijn sociale media, dat gaat precies gewoon niet. En ik vind dat heel jammer. Want ik vind video's maken echt zalig. Ik vind dat geweldig dat ik dan in mijn bed lig en dan zeg ik tegen Vincent of aan tafel, leg ik mijn leuke ideetjes uit aan Vincent en mijn plannen met YouTube. En Vincent support dat allemaal. Of zegt van nee, ik kan beter dat doen of beter dat doen. Of beter dat helemaal niet doen. Dus eigenlijk is hij een soort van beetje mijn manager. Zo noem ik hem toch wel. Als ik dan zo eens een mailtje krijg van een of ander, zeg ik, ja, ik moet met Vincent bespreken. Maar verder wil ik er ook gewoon niet meer over klagen of zagen. Het is lekker, het is. Maar ik vind het gewoon heel jammer dat ik heel veel moeite doe in iets wat niet groeit. En ik ben al super lang op YouTube eigenlijk. Mijn eerste video is wanneer online gekomen. Ik zal het voor jullie gauw opzoeken, want ik kan het echt niet meer. Het was in de grote vakantie, dat weet ik wel. En ik heb heel lang gedaan om dat te editen, want dat was met iMovie toen ook nog. Toen ook al. En geloof mij, ik heb heel lang geëdit toen. En aan mijn broertje laten zien van is dat goed of wat moet ik verbeteren of dit of dat. Dus ik heb er toen heel veel, ah ja, ik steek er altijd heel veel tijd in eigenlijk. Dus... En dan heb ik gelezen van ja, je thumbnails moeten leuker zijn. Dus dan heb ik dat ook geprobeerd, maar geloof mij, dat helpt niet altijd. Dan, mijn eerste is 4 jaar geleden, namelijk 31 juli 2016 heb ik mijn eerste video online gegooid. En dat, die video is ça va. Ik praatte toen Hollands. Ik weet, dat was mijn grootste fout in het begin van YouTube, maar dat was omdat de meeste Belgische YouTubers niet heel bekend waren in de Hollandse wereld. Dus ik dacht toen fout, maar ik dacht toen, was ik ook Hollands praat, misschien dat dat meer aan dingen is. Ah ja, maar dat is niet en dat was niet. Dus ik weet dat ook wel. En dan heb ik daar nadien teruggezien. Ik kan die video's nu ook echt niet meer goed aanzien, omdat ik gewoon weet van... Oh, Karin, wat doet je? Dit is niet wie dat je zei. Ik ben ook gegroeid in YouTube, maar iedereen verandert met de jaren. Dus dat is dat allemaal eigenlijk. Ja, hoe moet ik dit stukje afronden? Ik weet het niet. Gewoon dat ik het jammer vind van wat ik doe en wat ik ervoor terugkrijg. Maar dat ik het ergens ook misschien een beetje snap, omdat het waarschijnlijk wel aan mijn eigen zal liggen, maar ik weet gewoon niet wat aan mijn eigen. Maar oké, laat ik stoppen met zagen en dit stukje afronden en wachten op Vincent en dan eventjes denken wanneer ik mijn kleertjesvideo online ga gooien en dan zal het dat wel zijn. Dus dat was het voor nu eventjes. Oké, het is iets later ondertussen. We hebben juist afgewassen en gegeten. Ik heb vergeten een foto te trekken of te laten zien.
Maar het zag er eigenlijk uit zoals ik op de foto. Dus ik zal die nog laten zien, zoiets. Ik geef het een 6 op 10. Omdat ik vind... de witlof was wel gekarameliseerd, was wel ça va. Maar hadden dan gewoon een dingetje zonder gekarameliseerde rand, of hoe moet ik het noemen. Ja, dat was niet echt lekker. Het was veel te bitter. Wij eten meestal volle grond witloof en deze was sowieso geen volle grond. En dat proefde wel. Dus dat was minder. De burger was iets of wat. Het was wel lekker, maar ook wel pikant. De patat waren super. En dat slaatje hebben we dan niet gemaakt, omdat ik heb iets snel toe en niet zo voor de kabel plat. Dus daarmee dat we dat niet hebben gemaakt. Dus daarmee ook maar een 6 op 10. Vincent geeft een 5 op 10. En that's it wat ik voor op het moment mee te dealen heb. Ik ben nu een beetje tv aan het kijken. Vincent is mijn auto aan binnen zitten, super lief. En verder gaan we een beetje chillen. We gaan thuis zien ze iets, denk ik. Want Vincent ziet dat wel graag. En ik ga ook nog een programma zien dat ik geweldig vind. En dat noemt van een echt beroep of zoiets, denk ik. En dan zijn bekende Vlamingen dat 6 weken stage doen als verpleegkundige. En ik vind dat heel interessant. Dus dat ga ik kijken. En ja... Meer heb ik niet mee te delen. Ik zal jullie nog wel meenemen waar nodig. Dus blijf zeker kijken. Goedemiddag allemaal, het is ineens donderdag. Ik heb heel de voormiddag paparazzenwerk gedaan, dus dat is echt niet boeiend. En een beetje uitgeslapen. En dan heb ik terug van alles gedaan, terug in mijn bed. Want ik voelde me niet super. Ik heb heel veel last van mijn nek. Maar dat zit zowat denk ik in de lucht, want mijn papa en mijn mama hebben ook heel veel last van. Dus ik denk dat het een beetje in de lucht zit. Maar oké, ik heb mij nu klaar, maar ik zal zo mijn outfit laten zien. En dan ga ik richting huis, want ik heb papa beloofd, en papa heeft zijn gsm terug in fabrieksinstellingen gezet. Dus ik heb papa beloofd daarmee te helpen. Dus dat ga ik doen ook. En dan nadien vertrek ik ineens naar het werk. En dan nadien zullen jullie me nog wel zien. Ik heb dus een late en ik heb morgen ook een late, dus dan kan ik nog eens uitslapen. Alleen min of meer, want Vincent moet wel vroeg uit bed. Maar ik kan dan toch wel langer blijven liggen. Ik zal eventjes mijn outfit laten zien. Mijn outfit of the day. Ik heb deze blazer even aan, maar sabiet ga ik die al uit. Hij is van de JBC. Kleedje weet ik niet. Panty is van de Lidl. En mijn boots weet ik ook niet. Dus dat is mijn outfit. En ik ga mijn dingen hier laten, mijn camera, want ik moet hem opladen. Dus jullie gaan me dat later terugzien. Dus tot straks. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag. Ik heb straks terug de late, zoals jullie al wisten. Ik heb gisteren niet meer gefilmd omdat we hadden gegeten. Toen was het al 10 uur. 10 voor 10, 10 uur. Maar sorry, ik was slecht aan het filmen. Het was al 10 uur ongeveer. En ik dacht, ja, weet je, ik kan toch niets meer doen. Ik heb in mijn bed gekropen. Ik heb zelfs gezegd tegen Vincent, laat de afwas maar staan. Ik heb die daarnet dan eerst gedaan. Helemaal alleen wel. Maar ik vind het langs de kant minder erg. Want het was echt al veel te laat. Ik dacht, dat we dat nu nog afwassen. Dan is het 9:30. Half elf bedoel ik, 10:45. Want het was wel een berg. En ik dacht, ja, weet je, Vincent moet vroeg uit zijn bed. Die moest vandaag gaan naar turnhout. Dus die moest vandaag om... 6:30 opstaan. Dus ik dacht, weet je wat, hij heeft zijn slaap ook nodig. Dus we gaan gewoon op tijd in bed. En ik zal dat wel alleen doen. Dus ik heb dat er net ook helemaal in gedaan. En ik heb nu mijn boterhammetjes gesmeerd en mijn koffietje gezet. Dus ik ga mijn 2 sandwiches eten en een banaantje en een koffie. En hier is mijn to-do-lijstje waar ik nog van alles bij moet zetten en moet doorkrassen. En dan ga ik wat een beetje... in mijn mailbox kijken en dingetjes beantwoorden en dingetjes vragen. Ik moet trouwens ook nog naar Lens Online een berichtje sturen, iets voor een terugbetaling eventueel. Ik hoop dat mijn oordoppen, dat die vandaag bellen. En dat ik die vandaag kan halen en voor mijn laden bellen. Want ik vind het echt verschrikkelijk dat ik nog altijd mijn oordoppen niet heb. En ik heb al 3 weken geleden
die laten maken. Allemaal duurde dat max 2 weken. Ja, bij mij dus weer niet. Maar ik heb er al in gebeld van de week en dat was een foute filiaal, dus ja. Daar ben ik niks mee. Goed, ik weet niet of je in herhaling wil of niet. Ik ga lekker genieten van mijn sandwiches. Ik ga eventjes mailtjes beantwoorden. En dan zie ik jullie zo terug. Maar ik denk daar nu even helemaal niet meer aan, want ik heb iets superleuk. Ik heb namelijk een samenwerking met welk t-shirt, trui dat ik nu draag, met Weekend Club. Die hebben naar mij iets toegestuurd. En ja, ik heb daar foto's van te trekken en nu is het gewoon een samenwerking. Dus ik ben er super blij mee. Ik heb ook alle foto's op Instagram gedeeld. Ik ben echt... Ja, ik vind het ook wel langs denk ik spannend. Want het is zo... Mijn eerste keer toch wel dat iets toegestuurd wordt. Allee, ik heb er wel ook voor betaald. Maar ik heb ook wel nu een keileuke samenwerking. Dus dat is dat. Ze hebben deze trui ook in verschillende kleuren. Deze hebben ze ook nog in het wit en gewoon in het zwart aan. En ze hebben dat ook mee van alle andere items eigenlijk. Dus je moet maar eens op de site kijken. Ik zal die hieronder deze vlog zetten. En volg ze ook zeker op Instagram. Gewoon hetzelfde als op mijn trui staat. Weekend Club. Dus dat is dat. Dus ik ben best wel blij eigenlijk dat ze iets naar mij hebben opgestuurd. Ook toch wel. Dus dat is dat. Ik heb verder toch wel even bezig geweest met foto's trekken. Daar heb ik ook niet bij gefilmd, maar misschien wil ik dat voortaan wel eens doen als ik eens een samenwerking heb. Of iets wordt toegestuurd naar mij, dat ik daar toch wel gedetailleerder in overvlog. Maar niet alle samenwerkingen willen ze op YouTube hebben. Dus. Maar ik denk niet dat dat nu kwaad kan. Ze hebben ook niet gezegd van, mag niet op YouTube of dit of dat. Dus het is ermee. Volg ze zeker. Ga eens een kijkje nemen op de site. Het is een superleuke site. Het is van Amsterdam. Het zijn eigenlijk jongeren die dingetjes zijn opgestart. Dus echt superleuk. Dus als dat terzijde, ik ga nu de vlog die jullie aan het kijken zijn editen. Ik heb nog een uurtje de tijd en dan vertrek ik richting werk. En verder... Ik heb mijn lenzen al ingedaan. Ik heb dezelfde outfit aan voor de rest als gisteren, dus ik zal die niet meer laten zien, want het is toch op zich hetzelfde. En ja, ik ben eigenlijk heel de dag bezig geweest op de computer. Dan die foto's trekken, die een beetje niet bewerken, maar dan proberen te doorsturen. Dan lukt het dan weer niet goed. Dus moest ik het weer anders doen en nog eens. Maar het is gelukt, dus ik ben super blij dat het nu allemaal gelukt is. Dus dat is dat. Check ook zeker mijn Instagram, karo.lina. Dan kan je die foto zien en ook allemaal andere foto's van mij. Dus dat is dat. En dan ga ik het bijhouden. Dus ik ga lekker verder editen. Ik ga... Straks komt Boomer. Ja, dat wil ik nog zeggen. Straks komt Boomer op logé. Ik moet morgen wel bij mijn ouders... Ik moet morgen wel bij mijn ouders werken. Vincent moet bij zijn ouders werken. Maar dat is allemaal niet erg, want dan neem ik Boomer gewoon eventjes terug mee over huis. En dan trek ik de dag nadien s'avonds gewoon terug. Dus elke soort van onthaal moeder, dan trap ik Boomer daar even terug. En dan s'avonds neem ik die terug mee. Dus vanavond na mijn werk neem ik onze Fluffy mee. Ik kijk er echt wel naar uit. Dat is echt zo'n leven in huis. Ik hoop alleen dat hij met s'nachts wat safa doet, want het is wel even weer geleden. Maar ja, even. Ik ben ook niet zo lang geleden, maar toch.
Goed, ik raad hem maar door. Ik ga lekker editen. En dan zie ik jullie speed terug. Okay, we zijn iets later. Allee, het is bijna al, het is al 10:30 geweest. Ik en Vincent hebben die, ik weet niet wat dat was, pizza-achtig. Heb je dat recept nog, Vince? Ik zal eens zien. Ik zal het aan jullie laten zien. We hebben dit gegeten. Oei, het is overbelicht. Dit, maar bij ons was dat een andere vorm, punt 1. En ten tweede, de courgette was niet te eten. De deeg was eigenlijk echt te hard. En de tomatensaus was redelijk pikant, hè? Was toch wel redelijk pikant, Vince? Dus we hebben het niet echt verder opgegeten. Dus dat recept houden we ook niet bij. Wat ik wel jammer vind, maar het niet lekker is, is het niet lekker. Dus ja, ik kan ook geen punten opgeven, want we hebben het weggegooid. En van de week hadden we trouwens die noedels gegeten. Die waren wel lekker. Ik weet niet dat ik daar ondertussen al punten op gegeven heb. En dan was ik jullie deze nog verontschuldigd. De Duitse biefstuk met gekarameliseerd witlof. Dat zag er eigenlijk ongeveer ook zo uit. Buiten dat slaatje hadden we dat niet gedaan. Maar dat was ook niet echt onze dada. Dus eigenlijk deze week is het een iets minder week. Buiten die noedels. Die noedels was wel echt goed. Had ik de punten daar nog niet van had gezegd, geef ik dat een 7 op 10, een 8 op 10. Dus ah ja, deze mag weg. En deze ook. Dus, dat is dit. Oké. Okay. Bezoek. Waar is Boom? Boomer? Boomer? Ah, jij ligt al op bed. Ja, schat. Oh, liefje. Ja. Boomer is ook weer van de partij. Oh, liefie. Ja. Ja. Gaan we een beetje chillen in de zetel nog heel even? Ja. Oké. Dat gaan we doen, schat. Goedemorgen allemaal. Ik zit in de auto samen met mijn moefke. Want wij gaan richting mijn thuis rijden en nadien ga ik werken. Dus dat staat er nu op de planning, dus dat gaan we nu ook doen. Ik had eigenlijk een statiefje, ik weet niet of jullie het kunnen zien hier, met zo een kopje dat ik dat kan plakken. Zoiets, denk ik, kan ik dat plakken eigenlijk. Maar het plakt al niet meer, dus ja. Dat is minder. Maar maakt niet uit, ik ga lekker vertrekken. Oké, okay, goed. Het is ondertussen ineens maandag. Ja, zondag heb ik niet gefilmd. Ik heb zaterdag ook een super drukke dag gehad, waar ik eigenlijk gewoon niet heb bij kunnen filmen. Ik heb heel de dag eigenlijk nog voor de rest gewerkt. Het is langer verlopen dan ik had gedacht. Dus ik heb echt mijn camera niet meer vast gehad. Ik was die ook vergeten in de auto en ja, dan heb ik geen goesting meer om die eruit te halen. En zondag was het ook echt mega hectisch. In de namiddag hebben we een hele tour gewandeld. En ja, dat is dan in de natuur. En dat is wel gewoon chillen zonder camera, vind ik dan. Ik moet misschien toch eens mijn camera meer meenemen dan in het weekend. Om toch die beelden ook te laten zien. Want het is misschien wel leuk voor de mensen die graag natuur zien. Dus dat moet ik wel doen. Dus sorry nogmaals dat ik in het weekend niet zoveel vlog. Maar ik heb namelijk gewoon altijd heel drukke weekends. Maar oké, dat is geen excuus. Vanaf volgende week beloof ik om echt deftig te gaan vloggen in het weekend. Dus doe alvast dat duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Dan blijf je up-to-date van mijn posts. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Bye!